bij Tiel aan tafel. Zometeen ga ik natuurlijk in gesprek met mijn kritische vrienden. Ik heb 10 leuke vragen voor een persoon die we straks gaan zien. En ik zit nu aan tafel met Fred Egging. En dat gaat over de toekomst van het Corso. Jij bent woordvoerder van het Fruitcorso. En het is natuurlijk allemaal heel erg spannend wat de toekomst gaat brengen. En nu is daar het een en ander over duidelijk. Klopt. We zijn blij dat we nu zover zijn. We hebben vorige week met de clubs nog even alles overlegd. Want de clubs is het hart van onze organisatie. De clubs die moeten echt ja zeggen. Dat hebben ze gelukkig onomwonden unaniem gedaan. Wat gaat er gebeuren? In ieder geval moeten wij zorgen dat het Corso blijft bestaan. We zijn allerlei varianten geweest. En we hebben nu gelukkig de knoop door kunnen hakken. We gaan allerlei dingen doen. We gaan in ieder geval rijden. Het Corso blijft rijden. Er was even nog een vraag van moeten we stil blijven staan met de festivalgedachte. Yeah. Maar de clubs hebben duidelijk aangegeven. Corso is toch dat beroemde rondje rijden. We doen het op een compacte parcours. Compacter. Waarom? Omdat wij daarnaast iets belangrijks gaan doen om de toekomst in ieder geval veilig te stellen. We gaan het parcours afsluiten en ook de tentoonstelling. En voor beide vragen wij entree. Weliswaar laagdrempelig, maar het geeft in ieder geval ons garantie dat we in ieder geval wat geld binnen kunnen krijgen. Kijk. Dat geld lopen we eigenlijk nu nog steeds mis. Want al die bezoekers die komen gratis binnen en vertrekken uiteraard weer gratis. En het enige wat we doen is collecteren. Maar goed, dat geeft eigenlijk te weinig soelaas. Dus het nieuwe plan is vooral betaald parcours, betaald tentoonstelling. Laagdrempelig. We hebben een gezin met 2 kinderen. Die betaalt bij wijze van spreken nog ver en ver onder de 20 euro. En daarnaast is ook een mooie vondst van een aantal mensen die wij graag overnemen. In het parcours ligt het talud. Mooie parkeerplaats die we nooit gebruikt hebben. En die parkeerplaats gaan we gebruiken als de plek voor de tribunes. En daar maken we eigenlijk een soort arena van dat de wagens daar doorheen rijden. Oh, dat is inderdaad compleet nieuw. Ja, en dat is ook wel prettig. Dus nogmaals, het parcours compact is fijn voor ons, omdat je beperkte kosten hebt qua afzetting. Maar ook fijn voor de omgeving en voor de veiligheidsdiensten, omdat je dan weinig hebt af te sluiten. En na al die jaren een gratis evenement hebben gehad, hoe denken jullie dat dat gaat vallen? Ja, goede vraag. We hebben het altijd betaald gehad in Tiel. Toen kwam er een incident bij een bewoner, toen werd het weer gratis. In 2013 hebben we voor de eerste keer weer na al die jaren hebben we het parcours weer afgesloten op de Teisterbandlaan. Toen hadden we heel slecht weer. Dat was voor mijn tijd als bestuurslid, maar de kosten van het afzetten, dat woog bijna niet op tegen het aantal mensen wat we hadden. En toen is de overstap gemaakt richting Centrum, waar we nu zitten rondom Kalverbos. Die plek die koesteren wij. Dat blijft zo. Geweldige plek, dat blijft zo. En we dachten van, kunnen we dat dan wel afzetten? Hè? Omdat je dan eigenlijk tegen de stad aan zit, tegen het centrum. Ja. En je moet ook echt looproutes garanderen om het centrum te bereiken. En alles is getekend, alles is uitgedokterd en goedgekeurd. Dus dat plan ligt er nu. Dus de vraag van, betalen mensen voor het Corso? Altijd spannend. Altijd afhankelijk van goed weer. Maar we denken dat we eigenlijk zoveel in huis hebben. Je hoort ook wel van geluiden van crossclubs en wat mensen in Tiel. Dat we dat aandurven. En bovendien, alle bloemencorso's zijn betaald. En wij zijn als fruitcorso niet betaald. Ook een beetje raar eigenlijk. Hè? Is ook best wel vreemd, ja. Natuurlijk. Ja. Maar goed, als je al die jaren dat gefaciliteerd hebt, is het natuurlijk best wel lastig om weer terug te gaan naar zo'n situatie als vroeger. Klopt. En eigenlijk is de bedoeling ook nu, want we praten nu, hè, omdat we financieel best deze hobbel moeten maken, hè, over volgend jaar. Je moet natuurlijk eigenlijk zo'n 5-jaren-plan maken. Maar goed, als ik dan heel eerlijk ben en je kijkt 5 jaar vooruit, laten we het hopen. Dan zijn we de 60 gepasseerd, 60 edities. Dat je dan inderdaad wat structureel vet op de botten hebt, zeg maar, om wat meer te kunnen doen. Want nu zit je een beetje in een lastig pakket. Je wilt veel doen, maar het budget is natuurlijk best wel gering. Ja, of veel te klein. Ja, absoluut. Ik moet 1 ding erbij vertellen, dat we ook een nieuw element toevoegen. Dat is Corso by Night. Zaterdagmiddag hebben we de middagcorso, nou, die kennen we allemaal, overdag. En s'avonds gaan we, 8:30, 9 uur, moet wel flink donker zijn, gaan we een rondje maken, 1 rondje maar, Corso by Night. Dat is een avondronde, dat wordt in Nederland gedaan door een paar bloemencorso's. Dat is natuurlijk prachtig. Heel succesvol, ja. Daar. En dat moet ook mooi worden uitgelicht. Ja, klopt. Ja, dat is wel een truc nu natuurlijk nog. De clubs zitten daar best nog wel even mee te stoeien. Hoe gaan we dat doen?
Maar ook door het avondkoosterhof proberen wij, ja, punt 1, het kostel weer een nieuwe impuls te geven. Aan de andere kant hoop je natuurlijk ook weer die tribuneplekken te verkopen. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Ja, ja. En vernieuwing en eventueel meer geld in kas. Ja, dat laatste is natuurlijk ontzettend belangrijk. Klopt. Voor het voortbestaan ook. Zou dat dan ook betekenen dat er meer tribuneplaatsen gaan komen? We zeiden voor de grap bij de onderhandelingen met de gemeente, die natuurlijk best wel blij is met dat compacte parcours. Want hoe groter het parcours, hoe lastiger qua doorstroming van verkeer. En we zeiden, een wens zou zijn, bijvoorbeeld de Heilige Straat is er helemaal uit nu. Een wens zou zijn dat je dan weer zoveel bezoekers zou krijgen op het parcours, dat je dan weer in de toekomst gaat uitbreiden. Maar goed, dat is allemaal nog voor de toekomst. Oké. Nou, ik zie wel een hele enthousiaste woordvoerder hier voor me zitten. Ja, ik ben best. Er zijn best wel geluiden van dit nieuwe plan. Er zit best wel vraagtekens in qua financiële onderbouwing. Ja. En kijk, we zijn nu op een punt beland dat ik zou zeggen van die vraagtekens hebben we eigenlijk de laatste week kunnen, want het is hard gewerkt, toch een beetje in een vraagteken veranderd. Ja, en een uitroepteken, denk ik. Uitroepteken veranderd, ja. En het uitroepteken wil zeggen dat wij als bestuur, samenwerking met de clubs, heel belangrijk, zei ik al in het begin, dat we hier vol voor gaan. Hopen inderdaad op veel enthousiasme richting publiek, media, om die tribunes vol te krijgen, wat je net zei. En natuurlijk mensen te trekken rondom het parcours. Ja, en dat het inderdaad financieel gezond gaat worden. Klopt, ja. Dat is de bedoeling. Ja, goed. Ja. Nou, prachtige plannen. We gaan het allemaal volgen. Dit zijn natuurlijk de eerste stappen. En we gaan het allemaal zien. Dank je wel, Fred, voor je verhaal. En wij blijven het natuurlijk kritisch volgen. Prima. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. We gaan het hebben over een plan wat PvdA Tiel recent heeft gelanceerd over de regulering van wiet. Welkom Jan, welkom Astrid. Jullie hebben daar ongetwijfeld een mening over. Ja. Regulering van wiet. Nou, het is natuurlijk hoog tijd dat het gewoon landelijk op de agenda zou komen staan. Criminaliteit loopt echt de spuigaten uit en ik vind het wat dat betreft van de gemeente Tiel en met name van Nathan Gradissen van de Partij van de Arbeidsfractie een hele goede zaak dat hij die knuppel in het hoenderhok heeft gegooid. Want dit is niet iets alleen voor de grotere plaatsen in Nederland, maar als het gaat om wiet en drugsoverlast, want dat willen we met elkaar toch bestrijden. Is Tiel natuurlijk ook aan de beurt. En nou, wat dat betreft vind ik het goed dat Tiel dat doet. Dus voor regulering? Ik ben sowieso voor regulering. En ik hoop dat daarmee ook gewoon het allerlei uitwassen van de wietverkoper aan de achterdeur en zogenaamd aan de voordeur legaal verkopen. Ja, maar dat werkt gewoon niet. Dus en het zijn over het algemeen zijn het gewoon broeinesten van criminaliteit. En daar moet gewoon paal en perk aan worden gesteld. En als de overheid daarop ingrijpt, vind ik dat de overheid zelf daar staatswinkels voor moet hebben. Daar kun je ook gewoon het reguliere bedrijfsleven op inschakelen. Hè, om dat te reguleren, maar dat het gewoon gecontroleerd wordt geteeld en verkocht. Daar ben ik een voorstander van. Ja, absoluut. Ja. En jij, Astrid? Ik ben er ook absoluut een voorstander van. Alleen ik zie wel dat je heel goed moet gaan kijken naar wat de effecten zijn. En dat je het niet zomaar, zoals jij zegt, de knuppel erin kunt gooien. Want er zijn natuurlijk ook effecten wat verkoop betreft, dat je dat goed moet reguleren. En staatsbedrijven, daar zijn we natuurlijk sowieso niet voor. Ben jij niet van, hè? Nee, daar ben ik helemaal niet van. Misschien via drogisterijen, dat soort zaken, wat ook al gebeurt. Hè? Mm-hmm. Want zoals een medicinale wietolie, CBD-olie, dat zijn natuurlijk olie die al lang op de markt zijn, van goede kwaliteit zijn en waar heel veel mensen heel veel voordeel, profijten uithalen, wat gewoon goed voor ons is. Ja. Maar dat is dus de ene kant, de medicinale olie, nou, dat is toch al langzamerhand is dat gewoon een geaccepteerd verhaal. Maar dat zou moeten worden uitgebreid, want kijk, het is natuurlijk zo, wiet is een genotsartikel. We hebben hier sluiterijen, daar zijn ook heel duidelijke richtlijnen zijn daarvoor. Tabakwinkels, idem dito. Dat betekent als je dat soort stringente lijnen met elkaar afspreekt en ook onderhoudt,
Nou, dan, ik denk dat je dan een hele hoop de criminaliteit de wind uit de zeilen haalt. Ja, het blijft natuurlijk een rare situatie dat het wel verkocht mag worden en niet gedeeld. Ja, dit is goed gewoon, dit kun je toch niet uitleggen heel aan iemand. Heel Nederlands, hè? Dat zou je daarmee weg kunnen nemen natuurlijk. Absoluut. En ik denk ook wat je zegt, je hebt je alcoholverkoop, je hebt je tabakverkoop. Dat is ook goed aan banden gelegd. Dus je denkt dan bij jezelf, dan zou dit toch ook moeten kunnen. Nou ja, en natuurlijk, dit is natuurlijk een enorme kans voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om te zeggen van, wij hebben gewoon alle expertise in huis. Met bijvoorbeeld de Landbouwuniversiteit, Groendelta, noem het maar op. Dus deze regio zou wat dat betreft het kweekpunt kunnen worden van gereguleerde wiet. Ook in verschillende klasses, want je hebt natuurlijk wiet nu met een enorm hoog gehalte aan verdoving. Mm-hmm. Je kunt dat op een gegeven moment ook zo maken dat je bij wijze van spreken verschillende gradaties gaat kweken. Ja, en daar is natuurlijk de Landbouwuniversiteit. En daar kun je dus ook bepaalde tuinbouwcentra in Nederland, zou je daar heel goed bij kunnen betrekken. Ja, ik denk dat er wel heel wat zou gaan ontstaan. Als dus echt de manier waarop het nu allemaal geregeld is, dat over zou zijn, moet je je voorstellen. Ja. Wat dat gaat veroorzaken. En de betere wietsoorten komen nu uit bijvoorbeeld Denemarken, terwijl je dat eigenlijk dan zelf zou kunnen doen. Ja. Maar ik zie ook wel hier en daar wat haak en oog. Ja. En daar moeten we wel oog voor blijven. Je moet gewoon proberen. Je moet het uitzoeken. Het wietbeleid tot nu toe, het drugsbeleid, is gewoon echt mislukt. En dit is gewoon een kans om het opnieuw uit te vinden. En op het moment dat je het aan de voordeur reguleert en toestaat, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je zegt van oké, daar hebben we in de tijd voor gekozen. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Het was altijd een halfslachtige maatregel. En nu gaan we het omdat goed er doen. Toch een aantal partijen altijd op de rem gingen staan, heb je natuurlijk nog steeds. En ik ben wat dat betreft, vind ik het mooi dat Tiel nu in onze regio mogelijk het voortouw gaat nemen. Ja. Ik weet niet hoe de rest van de raad in Tiel daarover denkt. Maar ik vind het een ontzettend goed idee. Het idee is zeker goed. Ja. Absoluut. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En graag zijn we er volgende week weer.